Welkom bij Champions Classics, een reeks waarbij wij Sport in het archief van Proximus Pix duiken, op zoek naar historische runs van ploegen en spelers in de Champions League. Vandaag gaan we kijken naar misschien wel de meest iconische overwinning in de Champions League, namelijk la decima van Real Madrid. Real had al negen keer eerder deze prestigieuze trofee gewonnen, maar slaagde er maar niet in om die tiende te bereiken. De zoektocht naar La Decima werd een obsessie, een doel dat Real Madrid en zijn fans verenigde. Het was niet alleen een sportieve uitdaging, maar het had ook een symbolische waarde gekregen. De eerste ploeg worden die de kaap van tien Champions League-overwinningen kon bereiken. Hoe zij dit hebben gedaan en wat hier een rol of factor was, bespreek ik in deze episode van Champions Classic met Brian Suarez Duarte en Wassim Hessin. Heren. We zijn terug, Champions Classics. Eerst en vooral ben ik met Brian Suarez, Duarte, die een habitué van de show is. Damn. Maar we hebben weer een debuut. Na Andy Ksema hebben we Wassim Hessin hier aan tafel gebracht om over Real Madrid te spreken. Ja, dankjewel om mij uit te nodigen, man. En het eerste dat ik aan jou wil vragen, als echte fan van Real Madrid, is: als je aan het team denkt van dat seizoen, de spelers die zij hadden, want ik heb dat ook wel zo weer opnieuw beseft door naar de beelden te kijken van de ploeg was stijgt Vooral de aanvalslinie. Maar wat is het eerste waar je aan denkt als je gewoon aan die Ken en dat team denkt? Van het seizoen. Dat is een heel moeilijke vraag omdat er komen heel veel dingen in mij terug. In eerste instantie gewoon de ploeg, de wederopstanding van Real Madrid, dat ze eindelijk die tienen hebben gewonnen. Maar als ik echt een moment moet kiezen, um, ja, dan is het gewoon dat doelpunt van, van, van Ramos in de allerlaatste minuut. Dan waren de laatste, dat, is, dat is voor mij dat decima. Dat is voor mij echt een. een ja, dat een beetje, of dat symboliseert een beetje ons, onze, onze zoektocht en eindelijk het gevoel van die tiende, weet je, dat was, dat, dat, dat was voor mij echt het, het moment dat ik tot nu gewoon nog kan herinneren waar dat ik was, met wie dat ik was, hoe dat ik dat moment heb beleefd. Uh, ja, man. Dat is een van de momenten die we vandaag zeker gaan bespreken. Zeker. Dat zal ergens op het einde, ja. als mooie climax van deze episode... De climax. Ja. Um, de climax absoluut gebeuren. Maar Brian, ja. we gaan vandaag weer door de episode gaan door een speler te volgen. Yes. Ik zeg het, of ik zei het daarnet, ik keek naar de kern, ik zag de spelers, ik zag de beelden, ik begon mij te herinneren van, ah, die liep daar ook rond, die mm -hmm. liep daar ook rond. En ik had zoiets van, ah kan moeilijker zijn dan wat ik dacht voor Brian om zo die ene speler eruit te kiezen. Nah, ik was meteen. Maar ik ben super blij met de keuze van vandaag. Ja, nee, dat heeft me echt zo gelukkig gemaakt. Want dat is een speler die ik al jaren probeer te verdedigen, mm -hmm. omdat ik ja. geen Real Madrid-fan ben. Mm -hmm. Maar ik denk dat deze campagne, zo moest ik naar de rechtbank gaan. Dit mm -hmm. is your case. <laughs> ja, ja. ja. Ah, so, so. En ik moet hem verdedigen. Ik moet zo tegen de, tegen de rechter zeggen van, waarom is Stavisa, ja, een van ja, de beste. Ja, ja. Ja, ja. Campagne Real Madrid La Decima, ja, klopt. voor wie heb je gekozen? Angel Di Maria, uh, omdat ik denk in deze serie probeer ik iets meer Sheesh. speels te belichten die, hey. ja, waarvan we niet meteen gaan over spreken. Ik denk dat als we kijken naar Real Madrid dan praten we over Ronaldo, over Bill kunnen we ook spreken dit campagne. Uh, maar ik denk Di Maria, uh, ook omdat je, hoe dat je ziet dat de ploeg een beetje gebouwd is, uh, verwacht je eigenlijk... Um, dat die Maria uit die selectie valt. Okay. Omdat Beel erbij komt. Uh, maar dus Ansjot komt erbij, Mourinho vertrekt. Uh, en ze switchen een beetje van opstelling. Gaan van een 4-2-3 naar 4-3-3. Um, heel veel vraagtekens. En natuurlijk, uh, Real Madrid Galacticos, altijd wel uh, twee woorden daar bij elkaar passen. Supertransfer, 110 miljoen, nou, 120 miljoen voor Beel. Duurde naar Ronaldo. Duurde naar Ronaldo, duurste transfer op dat moment. Uh, en dan ja, denk je: oké, okay, maar wat gebeurt er nu met die Maria? Want iedereen weet waar dat Beel staat. Um, die Maria is niet echt meteen een speler dat je op het middenveld ziet, mm -hmm. maar dan komt Angelotti en hij zegt: we komen, we spelen in een 4 3 En dan zie je hem werkelijk op dat middenveld staan. De eerste wedstrijd was hij nog niet meteen een basisspeler in de Champions League. Ja. Maar wat, met, wat je met die Maria hebt en heel veel andere spelers ziet, uh, hij is heel nuttig, extreem nuttig. En als je ook kijkt naar de latere jaren van die Maria, is hij denk ik de ultieme. Als we praten over speels die zichzelf sacrifice, is hij de ultieme. Want bij Argentinië zit hij bij Messi ja. en bij Real Madrid was hij bij ja. Ronaldo. Ja. En daar moet je natuurlijk je rol kunnen weten en ik denk dat hij perfect als uh, voetballer zijn rol heeft kunnen, 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 ja, heeft daar gewoon kunnen perfectioneren. Ja. En zelfs in de wedstrijden waar hij dan wel moet opstaan, want dan kan wel iets gebeuren, staat hij uh, wel degelijk op. En er is een bepaalde wedstrijd in de groepsfase, waar je ziet dat die Maria gewoon ja. zegt van oké, okay, ja, big zegt. guy is inderdaad ja, ja, ja. weg. Uh, hij zit in de tribune, ik zal het wel vandaag doen en ik denk twee doelpunten in die wedstrijd. Ja. En dat toont gewoon aan um, dat Di Maria niet enkel een speler is die gaat aangeven, maar ook als het moet uh, gaat beslissen. Dus voor mij is hij... Ja, hij, hij is een van de spelers die het, misschien het meeste wordt gedusrespect. Puur omdat hij gewoon is met zoveel dat? grote... Ja, omdat je, omdat je kijkt naar die ploegen en je denkt meteen aan Beel, Ronaldo... Ja. Benzema, Benzema en dan pas die Maria, snap ja, je? Okay. Which is crazy. En die Maria is gewoon die kaart. Ja, maar je moet, je moet ook niet onderschatten wat, dat, wat dat die voordoen heeft gedaan. Hè. Ik, ik snap en ik begrijp je punten 100%, mm -hmm. maar wat dat zij op dat moment hebben gedaan, dat was. Dat was maar uitzonder. hij is een deel van ja, die ja, goede. Ja, maar dat is het, was het hele dat ding. Is, dat, mag, ja. dat is mijn ding met die Maria. Is, ik snap wanneer je heel veel sterren hebt, of je hebt de grote, grote, mm -hmm. grote sterren, dat sommige spelers een beetje uit de boot vallen of zo, een beetje onderbelicht ja. worden, snap je? Ja bijvoorbeeld een Benzema niet in dat jaar maar in de latere jaren snap ik van ah ja hij zou ook recht mogen hebben op het hey, ja. mm. ik ben die guy maar je hebt nog steeds Cristiano mm. maar dat is bij die Maria nog net iets anders omdat ja er liepen heel veel sterren rond en Beel was binnengekomen voor 100 miljoen maar die Maria heeft echt het niveau ja. gehaald heel vaak boven de rest behalve een Cristiano mm. Was hij vaak de nummer twee qua niveau? Qua, ah, In deze match moet ik een impact hebben, in deze match moet ik het verschil maken. En die konden wel, vind ik, elke keer dat iemand onder niveau presteerde, ja. op de bank zat, geschorst was of geblesseerd was, was het altijd die Maria. Dus is Cristiano er niet? Die Maria is er. Ja. Is er niet? Die Maria is er. Ja. Die, die ging altijd zo de, de rol opeisen en ervoor ja. zorgen dat de echte sterren Gewoon de was op winkering. het einde. Ja. 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 Hun ding moeten doen, snap je? En het feit dat je dat. en voor Cristiano in club kon doen. en voor Messi in de nationale ploeg. is voor mij nee, ja, ja. een madness, snap je? Maar, maar ook als je ziet. Allee, ik treed echt bij, bij jullie mening. maar als je ook kijkt van. Die Maria dat seizoen inderdaad was. Het was eigenlijk, het was niet echt zijn ideale positie op middenveld, nee. omdat je, je hebt daar ook een Isco die daar dat jaar ook. Dat was een... ook het hele ding met Real Madrid. Hè? Ze halen Isco, ze halen Ilhamendi. Niet ja, meteen om... weer zo. Ja, was ja. niet meteen Galactico namens. Ja. Maar dan ga je natuurlijk wel ja. beel om een beetje in balans ja, te brengen. Ja. En ja, maar dat vond ik echt heel goed. interessant. Ja, is... Isco was dat seizoen ook heel goed. Maar ik ben naar de statistieken gaan kijken, omdat ik het niet exact wist van mm -hmm. hoeveel, hoeveel assist die Maria dat seizoen had. Ook in La Liga, dat waren er 18. Carlo Veel. Ja, man. Carlo <laughs> Veel. Ik, was aan, ik 18, was aan het kijken naar de beelden. Ik zeg oh. Want ik heb de beelden verzameld van die Maria. Van de Liga, hè. Dat is... Dat is gewoon... Ja, maar ook Champions ja, maar League. Hij ja, ja, heeft gekke cijfers. denk Ik, ik heb ik het denk, niet Champions geteld. League, ik heb het genoteerd. Zes. In de champ, Enkel Champions League voor een middenvelder drie goals, zes assists. Kijk, ja, ja, broer. Wat zijn we mee bezig? Man? Ja, man. En, is en die, waar... die ene... Ja. Wat is dat dan? In, in, wat tien wedstrijden? Twaalf wedstrijden? Uh, uh. Hij heeft er tien omdat hij er twee had gemist volgens ja, mij. Ja, die geloof, tegen Schalke, wel. de terugwedstrijd, en ja. dan die ja. tegen Dortmund. Uh, de... Dat is crazy, hè. Gewoon negen, allah, je bent goed voor negen doelpunten in 10. In wedstrijden. Oh, ja, is, is, is drie goals, top, zes assists in, ja, ja. in tien. Me, ja, mij moet je niet overtuigen. <laughs> nee. ja, want ja. advocaat, nu overtuigen. Ja, omdat ik ben advocaat, want ik nu naar de rechtbank. Ja, maar toen jullie tegen mij zeiden: van, oké, okay, we gaan het niet over Belen hebben, we gaan het niet over Benzeemar Bijn, we gaan het mm -hmm. ook niet hebben over Ronaldo. dacht ik: van, oké, okay, die Maria, ik ga even Belen terug opzoeken. Ja. Ja, ja, ja. En als ik zie, en ik herinner mij inderdaad die wedstrijd dat je zegt van die, 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 die twee goals en ook een paar assists mm -hmm. uh, tegen, tegen Kopenhagen, die Rabona voor Ronaldo. Mm -hmm. ja. Ik dat jullie die nog weten. Die staat in de beelden. We gaan ah, dat gewoon ja, gaan alles, live bekijken vandaag. Maar ik ga even context ja, 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 geven ja, ja. voor de, de kijkers als het gaat om de groepsfase. Ja. Real Madrid start aan dat seizoen. Hè. Je hebt het daarnet aangehaald: zij halen Ancelotti. Ja. En het is eigenlijk heel duidelijk: hun bericht naar de wereld toe is. Ja. wij willen dit jaar de Champions League winnen. Elk jaar wel. Ja, maar, ja, maar dit jaar was, was het was hoogdringend. Ja, ja, Snap je? Ja, ja. Dus ja. ze hebben nu alles gelegd. Ja. Ze hebben iedereen gehaald die ze moesten halen. Dit jaar moeten wij de Champions League ja. winnen. En zij komen in een groep die eigenlijk, zeker op papier als je kijkt, een goede groep is. Mm. Ja, de Galatasaray, met, met de Snijders en de Droogbaas, dat was een, een ploeg en die dat draaide goed loed, op dat moment. Ja, ja, ja. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Ze hebben Kopenhagen, dat is dan wel de mindere ploeg van die um, groep, maar ja. dat is een ploeg die op dat moment wel elk jaar gewoon in de Champions League ja, 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 zit, mm. in Denemarken altijd kampioen is. Ja. Ja. En je hebt Juventus, dat is wel... Ja ja, maar denk ook was, era, dat was een goede Juventus. Ja, was goed Juventus. Dat is Conte Juventus, ja, dat is een Juventus dat ook twee keer op de komende jaren in de finale geraakt, maar ja. twee keer verliest. Maar en... dat is een goed Juventus, snapte? Mm -hmm. ja. ja, ze, ja, ja, ze ja, ja, komen ja, ja. in die groep. En de eerste wedstrijd <laughs> is uit tegen Galatasaray. Op Galatasaray? Mm -hmm. Ja, als jij een statement wil maken van: "Yo, wij willen winnen dit jaar." Is dat voor mij de perfecte statement. Ja, is het nu dus één, één. dus één ja ah, Hij, het is Ronaldo, Ronaldo plus is een assist van Ronaldo ja ja en daar is de toon meteen gezet ja. en ik ga de beelden er nu bij halen, zodat jij even de Maria goed. kunt toelichten ja. we gaan nu naar de beelden kijken van de hele groepsfase maar het is zo inderdaad dat je wel ziet van ah die Maria over die hele groepsfase de toon is gezet ja. bij de hele ploeg. Want Cristiano is goed aan het draaien, ja. Beel is goed aan het draaien, Di Maria, uh, Di Maria, Benzema, Isco heel goed aan het draaien. Ja. Maar wat jij ook zei, van, we zijn nu allemaal terug naar de Beel gaan zien en beseffen: van, ah, eigenlijk. Di Maria was misschien wel zo de motor um, van dat hele verhaal, zeker in de groepsfase. En dan zijn we door de groepsfase. We hebben het al gezegd, 16 op 18. Het is eigenlijk heel duidelijk: van, ah, oké, okay, dit Real Madrid is heel goed bezig, ja. ze zijn heel sterk, ze zijn. Gemotiveerd, alles draait. Het is ook, we hebben dat een beetje daarnet gezegd, hè, zo de post-Mourinho-era. Dus Mourinho heeft niet. Enorm veel successen behaald daar, maar hij heeft wel de ommekeer gebracht. Ja. Um, hij Heeft de Guardiola-era gestopt die we. Ja, deels. De episodes. Nee, bij Ja, Guardiola is weg hè dit ja, seizoen. Ja. ja, ja. <laughs> ja maar Guardiola zit nu in Duitsland, dus er is wel iets gebeurd daar. Ja, ja, ja. Hij Heeft dat wel kunnen maar. stoppen? Er is die Copa del Rey-winst ja. ja. geweest, dan de, de Nala Liga als ik me ja. niet ja, vergis. Ja. Heeft wel iets neergezet. Die heeft het omgedraaid. Heeft en het is ook super belangrijk dat je dat ook zegt van dat hij wel iets heeft veranderd, omdat je je merkte gewoon bij de vorige coach, en dat is misschien de context die kijkers en luisteraars moeten weten: is van Real Madrid in 2006 na de Galactico's. Mm -hmm. dat, was, dat was een grote crisis. Florentino, uh, 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 Florentino Perez die neemt ontslag. En dan had je dus eigenlijk drie trainers die wel goede resultaten haalden: die haalden wel La Liga en die haalden wel hier en daar een Copa del Rey. Maar die haalden nooit, en dat is, dat is echt het doel van, van wij als, als Real Madrid die Champions League. Mm. Dat moet ook ook al zitten wij in de halve finale, maar gewoon minimum halve finale of finale. Ja. En, bij, en bij dan gaat dan Capello, gaat dan die Juan de Ramos, gaat Schuster en, 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 en gaat dan Mourinho. Maar Mourinho was wel de eerste van, vanaf 2006. Je moet dat beseffen. Dat is lang, hè, was de eerste die echt een halve finale haalde. Het ding is, dat is, hij was hij dat was, is voor veel clubs lang. Ja, maar voor, voor Real Madrid pot. is dat is dat een eeuwigheid. <laughs> Potlang broer, dat is kapotlang. En hij was wel echt de eerste die die. Oké, okay, weet je, dat was We Back. Stopte. Ja, maar hij heeft ook Real Madrid zo toch weer een beetje haat gemaakt. Zo. Allee, ja, maar dat, mag, maar dat mag. Nee, ja, maar dat moest dat wel. Ja, ja, dat is maar dat moest wel. En dat zie je ook in de wedstrijden tegen, tegen Atletico Madrid, tegen de Barcelona dan, want er waren heel veel ja, ja, Vlasco's ja. in dat jaar. Ja, die haat is teruggekomen. Voor een kijker is dat misschien niet even leuk, maar in die speel ja. zit je wel een mentaliteit van: kijk, we gaan nu ja. wel door lijken ja. gaan, om wedstrijden ja. te gaan winnen. Um, wat ik ook cruciaal vond, is bijvoorbeeld het hele. Die kan me die best wel perfect herinneren, het hele Modric om een keer, ja. Want Modric komt aan, uh, is het seizoen, half seizoen, het werkt ja. niet. Het werkt hè? uitverkozen als flop van het Full jaar. Van het jaar. Ja, ja. Flop van het jaar. En dan ja, die wedstrijd tegen United waar hij scoort en alles klikt weer. Ja. Maar ja, ook het vertrouwen dat Mourinho ligt in Modric. En Modric blijft dan ja, tot een heel lange periode nog steeds bij Real Madrid. Ja. ja, dat zie je gewoon van er zijn heel veel fundamenten of heel veel stenen, bouwstenen gelegd ja. door. Uh, Mourinho. En Ancelotti is wel daar de ideale coach om daar aan af te gaan afwerken. Want waar je met Mourinho hebt, is heel strikt in bepaalde ja. spelprincipes. Ja, Ancelotti is het omgekeerde. Hij gaat je die vrijheid geven. Maar, maar, dus wel, wel een, ja, maar die basis dus is wel gelicht. Ja. Is. En hij heeft gewoon er perfect op kunnen verder bouwen. Ja. Je hebt het nu al een beetje aangehaald. Mm -hmm. Dus we kunnen het er eigenlijk nu ja. al over hebben. Je zegt het, hè, zo, op dat moment, ze zijn uit de groepsfase. Ja. Maar wat betekent dat seizoen? Voor Real Madrid en de Real Madrid-fans. Omdat je zelf zei: er is een historische context. Ja. Ze hebben al twaalf jaar geen Champions League meer gewonnen. Ja, sinds 2002 inderdaad. Wij denken heel vaak: ah, La Decima, jij hoort die titel. Ah ja, het was zo belangrijk. Want de tiende, dat is een mijlpaal. Dat is een, dat is een, snap je? Dat is iets nieuws. Na-na-na-na-na. Wat mm -hmm. was eigenlijk veel meer dan dat. Zoals de ja. paar dingen die jij nu al hebt aangehaald. Ja. Maar ga wat er daar ook even over hebben. Want Florentino komt in 2006 eigenlijk met een ja. heel duidelijke. Dit is wat ik voor de toekomst. Ja. Nee, dat is waar. Maar uh, ik denk opnieuw: het is, het, is, allee, het is gewoon. Ik denk dat het voor een, voor een neutrale voetbalfan gewoon belangrijk is om te weten: van oké, okay, weet je, Real Madrid 2006 met de Galacticos gaat Zidane, mm -hmm. gaat Vigo, gaat uh, Ronaldo Nazario. Die werden over een jaartje ouder of die, die, ja, hun niveau was er gewoon niet meer. Um, maar toen op een gegeven moment zei PRS: van kijk, weet je, we moeten, ik, 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 ik zet een stap opzij. Ik wil dat er een nieuwe wind komt in mm -hmm. mijn club. Um, en dan, ja, like dat ik zei van eh, Capello, die kwam, die. Alleen die, Allee, die, die tijd zullen jullie waarschijnlijk wel nog kennen, maar met de Cannavaro's en de met Ruud van Nistelrooy. Um, dat was zo'n fake Galactico Era. Ja, dat was fake. Dat was maar dat was. Ruud. Ja, maar, hey, maar Ruud, Ruud, Ruud Het gewoon... idee was van we gaan dat opnieuw doen. doen. Mm -hmm. ja. Ze hebben superveel ge Nederlanders gehaald. Snijden, Robben, Van Nistelrooy, Huntelaar, mm -hmm. Royston Drenthe, Shadat, Royston Drent, ik ging bijna schelden. <laughs> ik ging bijna. Maar... <laughs> Royce te zeggen. haal ik Canavaro ja. die Ballon d'Or is, ja. die de 2K heeft gewonnen. Ja. Dus het lijkt zo weer op zo. Ah, de nieuwe Galactica. Ja. Maar dat wordt hem niet. Nee, dat wordt hem niet. Maar ook, allee, je hebt de Capello die dan komt van Juventus. En die heeft ook wel een soort van. Allee, allee, we kennen allemaal wel Italiaans mm -hmm. voetbal, dat zijn mensen met, tempera met temperament en zo. En Capello die komt dan in een ploeg als, als, als Real Madrid. En ja, op een gegeven moment zegt hij het ook van, van ja, ik, ik vind gewoon de fans van, van Real Madrid die heeft dat ook echt gezegd. Van, kijk, de fans van Real, dat lijkt alsof die naar een theater gaan, die juichen niet, al die zaken. Dus er komt, <laughs> er komt wel wat frictie in die club. En je merkt wel heel snel van oké, okay, Capello was wel een goede trainer. Hij haalt wel La Liga dat jaar. Tegen een Barca, denk ik, volgens mij, dan nog niet met Guardiola speelde, want 2006, ja, dat niet. was 2006. Dat was Barca in crisis. Weet je, dat was Barça in crisis, maar nog steeds. Dat was superbelangrijk. was wanneer Barca doorheeft van. Ah, Ronaldinho treint niet meer? Ja. Maar dat was wel dat jaar dat jullie de Champions League. Nee, nee, nee. Die nee, nee. Arsenal? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. De Vorten, dat was ervoor. Ziet, dus zus, ja, dat... ja, maar wanneer iemand zegt 2006. Ja, maar het zijn twee seizoenen. Seizoen. Dat was ook 2006, eh, maar het was dus het seizoen, seizoen na nou, die Champions nou, League. Okay, dus het ja, okay. seizoen na de Champions League was Barca eigenlijk echt in een, in een, in een grote crisis. Maar opnieuw hier, Capello presteert wel goed in de La Liga, dus in de Spaanse competitie. Maar hij gaat eruit in de. Zesde finales. finale. Dus ik weet niet ja. of dat jullie dat ook nog weten. Tegen Lyon was het, denk ik. Ah, dat is wanneer Benzema. Ja. Dat is wanneer Benzema emerged. En zo. Ik kan me niet eens even ja. van herinneren, maar. Van ja. ja, dat is wanneer iedereen. Dat, dat is wanneer iedereen zo. Wie is die petit. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Lion was hard toen. Nee. Ja, ja, ja. En dan uh, als je het jaar waar dat in 2007 uh, Schuster kwam, ik weet niet of dat jullie Schuster nog kennen. Nee, hebben nog nee. nooit maar. Schuster, Wel, Schuster, was, maar. Schuster ja, ja. is eigenlijk de eerste coach bij Real Madrid, als ik me niet vergis, die het twee jaar heeft kunnen volhouden uh, sinds uh, Del Bosque in 1999. Dat is gek, hè? Dat wij zoveel crisis hebben meegemaakt met coaches. Jullie zijn een is ook een probleem eigenlijk. Hè? Als je sinds sinds die periode, als je. Als... Ze, winnen, ze winnen La Liga crisis. Hè. Je hebt het woord gehoord. Ja, ja. Ja. Ja, 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 maar dat is in zo. mijn hart. Dat is, zo. dat is zo. Maar hij is wel de coach die, die ervoor heeft gezorgd van Robin en Snyder komen erbij Maar opnieuw hier. En ook okay, hij heeft het twee jaar volgehouden. Opnieuw heel vroeg uit de, uit de Champions League. Um, en dan komt dan in en, 2009 komt, uh, de, eigenlijk de trainer die voor mij wat meer vuur opnieuw heeft gebracht. Dat was die Juan mm. de Ramos. Oké. Okay. Um, dat was die 4-0 verlies wel tegen Liverpool. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Ja, ja, dat ook ja, in de Champions League. Ja, ja. Maar Torres heeft toen. Uh... Ja, Torres had twee keer een score. Ik weet remember that game. Ja. Um, maar opnieuw hier. Ik merk wel dat er een soort van rode draad is in onze, in ons, in onze geschiedenis. Mm -hmm. hè, van wij blijven wel die La Liga consistent winnen buiten dan Barça van 2009, mm -hmm. uh, waar dat Guardiola dan aan, dan, uh, dan aan de macht komt. Maar Juan de Ramos komt dan. En dan eigenlijk in 2009, dus Juan de Ramos was daar een jaartje gebleven, zei Florentino Perez van kijk, ik wil eigenlijk terugkomen. Mm. Die zei van kijk, er moet echt iets veranderd worden aan onze club. Hij zei baby, comeback. back. Want, want allee, allee like bij Barça en ik weet niet of dat bij Menu ook is, maar er zijn zo presidentsverkiezingen nou. onder zoveel jaar. Ja, dat is Spaans, hè. Dat is typisch Ja, dat is Spaans. Ja, <laughs> um, <laughs> en Florentino Perez, die zei eigenlijk toen, toen hij dus werd aangesteld, zei van kijk, wat dat teams moeten doen, economisch en transfermatig moeten wij nu doen in één jaar. Hij heeft dat gezegd. Hij heeft gezegd van, kijk, um, hij heeft, heeft dat jaar kook, uh, uh, Kaka gekocht, Benzema en Ronaldo. Dat jaar weten jullie waarschijnlijk ook crazy. nog. Crazy. <laughs> dat waren niet de enige namen, maar crazy. Ja. En, dat was, en dat was eigenlijk ook toen, omdat dat was ook het jaar ervoor was, 2008, 2009, toen Barca de treble won. Ja. En vandaar dat ook heel die shit bij ons kwam van, weet je, wij moeten gewoon iets doen. Heel veel beslissingen bij jullie zijn op ego gebaseerd. Ja. Hè? Hevel niet zo. Ah, ze zij hebben beter nee, gedaan. Nee, mijn buurman heeft die auto. Ik koop die auto. <laughs> dat, is, <laughs> dat is hoe die zij in elkaar twee, zitten. Twee. Maar hè? zij hebben gezegd, ik koop er twee, drie ineens. Heeft een Bentley, ik koop drie Rolls Royce. Snapte? <laughs> maar dus ondanks hè, dus dat, wij, dus dat wij in 2009 met dus Kaka, Benzema Ronaldo eigenlijk niet zo'n heel goed resultaat uh, hadden gehaald, uh, kwam in 2010 de, de grote meneer. En dat was, dat, was, dat was eigenlijk een heel belangrijke... Uh, ...beslissing in, in Real Madrid's uh, geschiedenis. Um, maar hij werd ook echt gehaald en dat werd zo gecommuniceerd, omdat La Decima, weet je, La Decima, dat moest ja. en, en, en zal gehaald worden. Um, Mourinho heeft één goed jaar gehad. Dat was eigenlijk zijn eerste jaar, toen hij um, de Champions League halve finale had verloren tegen, tegen Barca. Dat was ja. de eerste halve finale sinds... Uh, dat was toen dat Messi twee keer ja. scoorde. Dat is die dat wij twee episodes geleden ja. hebben besproken. Ja. 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 Uh, en dan, uh, seizoen 2012, 2000, allee, dus, dus het jaar daarna, uh, 11-12, um, waren ze dan weer heel ver in de halve finale. Dat was toen tegen Bayern, dat was op penalties toen. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment, en de rest is geschiedenis, denk ik, uh, is Ancelotti uh, uh, in de club gehaald om dan die decima te halen. Zeg, van uh, Mr. Champions League naar Mr. Champions League. Ja, en absoluut. Halen Mourinho met de eigen Mister Champions League. Ja, absoluut. Maar dan haal ze de echte Mister Champions <laughs> ja. League. Uh, Ancelotti die dan uh, drie finales, twee keer heeft gewonnen ja. met Milan. Ja, de OG. En, en ja, maar het is wel zo. Het is opvallend dat, dat, dat Madrid wel op basis van echt Champions league Pedigree, coaches zijn, zijn ja. gaan uitkiezen. Ja. Ja. Omdat in je normaal zou denken: van inderdaad, hè, die, die La Liga is ja. voldoende. Maar. Ja, hij komt weer binnen en zoals ik zei ervoor, hij mm -hmm. verandert een aantal dingen. Niet superveel, Dat is nieuw dat Ancelotti zijn stijl is. Maar hij heeft veel beel gehaald, Maar ja, kleine tweaks gewoon. Bill had... ook teruggehaald. Betwijfel of dat beel echt zo'n Ancelotti-transfer was. Of dat het meer zo was van het bestuur: we hebben de nieuwe sexy toy nodig. Ja. Nog vond... één een Bentley. Ja, ja, ja. <laughs> Nog eentjes, natuurlijk. Ik heb er al zeven in de garage Nog staan Nog één een Bentley. Maar ja, ja, ja. Ja, ja. Mijn buurman is voor mijn garage gepasseerd. Hij zo... was niet onder de indruk. Maar dit was zo'n crossover, over zo <laughs> Bentley Aston Martin. Zo. Ja, ja, ja. Dat, <laughs> dat was een heel harde <laughs> ja, ja, man. Beel heeft uh, ook heel veel uh, aandeel in die initiatieven. Absoluut. Ja, maar dan komen wij eigenlijk terug aan die ja. yes Want dat is waar we gebleven waren daarnet. Ja. Hè? Groepsfases zijn voorbij. En wat ik daar nog aan wil toevoegen is wat interessant is in alles wat Real Madrid eigenlijk heeft gedaan. Dus hm. hè, we, we hebben het gezegd, ze hebben bepaalde spelers binnengehaald. Ja. Ze hebben de coach binnengehaald. Maar een heel belangrijke piece, en dat zien we ook daarna in de, in de, in de jaren die volgen, is zij zetten Zidane als tweede coach. Ja. Ja, ja, ja. Dat is deels die dan klaarmaken voor dit de, wordt eigenlijk stop, ja. de ploeg. Ja. Maar ook je gaat leren van de echte Mr. Champions League, ja. hoe jij een Champions League gaat winnen. Jij ja. hebt een connectie met nog een paar spelers in de kern. Dus hij zit nog tussen het zo. Je bent geen speler meer, ja. maar je bent nog niet echt een coach coach. Ja, 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 ja. maar, maar, gij zijt, ja, maar het, het, het heel interessante aan die hele dingen is, je moet je inbeelden. Je, ben, je, bent in een, um, je zit gewoon in een kleedkamer. Mm -hmm. Mm -hmm. Marcelo zit daar. San Iker zit San Iker is zijn bijnaam. Mm -hmm. dat, is niet, dat is niet Mr. Iker. Nee, 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 nee. San Iker. Mm -hmm. Sergio Ramos. Die met Spanje ook ja, ja. alles heeft gewonnen. Ja. Wat is het allemaal? Ja. Je hebt Xavier Alonso. Dus je hebt Cristiano Ronaldo. Ja. Die op dat moment iedereen heeft door van... Dat is een guy. Op het einde van zijn carrière. Top 2, top 3, top 1. Yeah. Hij zit daar. In. Snap je? Als jij dat doet. Niet... <laughs> maar eigenlijk op dat moment nog steeds, want ze zitten nog niet aan de decima. Als Zinedine Zidane binnenwandelt, is hij nummer 1 in die mm -hmm. kleedkamer. Ja. Op, in Madrid. Om, in, ja, hoe ja, om de hoe hei, het draait hei, of keert. Ja, omdat hij die Champions League al wel heeft gehad. Ja, hij heeft een WK. Als je het draait of keert, wanneer mm -hmm. Zinedine Zidane binnenwandelt, mm -hmm. is hij de nummer 1 van die vestiaire. En dat is wel gek, omdat ik denk. Ik had echt wel het gevoel dat hij een grote rol had in die campagne. Je ziet dat ook op beelden. Hij staat ook altijd recht naast Ancelotti. Hij is mee zo. Je voelt eigenlijk al, want het is deels al uw ploeg. Maar ik denk ook dat hij die groep gefocust houdt van, joh, jullie hebben nog niet gedaan wat wij hebben gedaan. Dus blijf kalm, snap je? En dat is de energie die ik terugvind in de groepsfase, maar ook in de knock-outfase. En waarom heb ik het over energie is. Real deelt scores uit. Mm -hmm. <laughs> en ja, ja. dat was voor mij het typerende aan deze campagne. Zo, want dat was echt een dominante campagne. En behalve in de kwartfinales tegen Dortmund... Daar hebben ze wel een grote fout gemaakt. Ja, maar behalve daar Kijk hebben ze geen issues. Ja. Ja, ja. Dus ja, de volgende streemde. ronde in de knockoutfases is tegen Schalke. Ja, ja eerste wedstrijd, geen blabla, terug 6-1. Ja. Voor, mij, voor mij die wedstrijd, van alle wedstrijden die ze dat jaar hebben gespeeld, is voor mij dat de referentiewedstrijd qua die voorlinie... Die dus, uh, omdat iedereen dus, daar ja, actief, actief was, inderdaad. was inderdaad. Twee keer. Uh. en, en <laughs> Beel was daar, ik denk, een van zijn beste wedstrijden ooit. Maar met Beel is waar. ook een grappig verhaal, want oh, hij lijkt ook zo een beetje moeilijk te starten in Spanje. Maar broer, die, die maar man, man toch, heeft. Maar het ding met Beel <laughs> <is, laughs> Wat mij stoort heel vaak aan het commentaar op Beel en dat begint dat seizoen ja. eigenlijk al of het seizoen ervoor ja, eigenlijk ja. al, is iedereen verwachtte dat hij drie keer per match ging storen, scoren zoals Cristiano. Ja. Ja. Dat is onmogelijk. Er is dus maar één bal op het veld. Yeah. Nee, maar, nee, nee, maar dat, dat is, is niet. Nee, nadenken. Ronaldo in die vorm, ging ook niet spelen. Nee, maar soms moeten mensen daar echt over nadenken. Ja. Hè? Er lopen 22 mannen op een ja. veld van 100 meter op ik weet niet hoeveel. Er is maar één bal. Ja, ja. Dus ze kunnen hem niet allemaal tegelijk hebben. Dat, dat, dat kan niet. Maar Beel is zo beslissend geweest ja. in grote wedstrijden. Mm -hmm. Hij heeft finales ook, hè? Maar ook ja. Ja. Finale's. Heeft, Ik denk dat hij in elke finale ja, ja. dat hij speelt voor Madrid scoort. Ja, ja hij heeft elke ja. finale gescoord volgens mij. En ik, waarom komt hij niet vatten? Hoe lang heeft hij daar gezet bij Real Madrid? Uh, dat hij is gebleven. Zeven, ja, 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 ja. acht jaar. Ja, ja, ja. ja je, je vat dat soms niet. Hoe lang... Je dat vergeet dat. Ja, ja, ja. Want de ommekeer is altijd voor Real Madrid en dan gaan we terug naar de wedstrijd. Mm -hmm. Die Copa del Rey die ze winnen tegen Barça. Dat is zo de A. Het kan. Maar daar scoort hij de winning goal. En dan is het vertrokken. En ja, dus. toch krijgt hij super veel kritiek. Terwijl nogmaals, hij moest de bal delen met die Maria, maar, Benzema, Cristiano Ronaldo. Maar ik denk opnieuw hier, als je kijkt naar Beel, inderdaad super veel kritiek. En ik had zelf ook wel wat, deels kritiek in het begin toen dat BL binnenkwam, was het weer van ja weet je weer door de grote transfer en, en, en weer hij moet weer alles gaan doen. Maar ik denk wat dat bij hem het het grote geluk was, is dat hij heel veel vertrouwen kreeg van de club. Mm -hmm en ook veel vertrouwen kreeg van de ploeg en, 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 en de ploeg geloofde ook in hem weet je mensen mm -hmm. als je ziet van hoeveel assist dat hij geeft op verschillende spelers dat jaar dat is immens ik heb nu ook de statistieken gekeken van Bale in de Champions League zes goals vier assists dat zijn tien, ja, ja, tien contributies ja, op, op, erin, dat is gewoon tien op elf twaalf maar dat is toch ziek mm -hmm. normaal gezien is dat een van de hoogste scores dat je kunt halen in de Champions League als Ronaldo er niet is hè ja, ja, ja klopt dus Schalke, yes. komt op bezoek. Nee, ja. ze gaan eerst naar Schalke. Ja. Dat is wat het erger maakt. Ja, ja, uh, ja, ja. ja, inderdaad. Want kleine ploegen hebben altijd die hoop van, ah, ze komen eerst naar ons. We gaan alles geven, de jongens. <laughs> ja, ja. Gewoon zes in op de bak is. Nee, nee, dat is waar. Ja, ja. En dan komt Schalke. Naar Madrid. Ja. En dan doen ze zo'n kleine schijnbeweging van we gaan wat meedoen. Ja. Maar ze krijgen 3-1. En het is een rustige 3. -1. Ja, ja, Maar ja, toen, is niet toen heeft iedereen ook heel veel ja, 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 dan had ja. die Maria zelf ja, ook niet gespeeld. Ja, we rusten wat spelers uit. Ja, ja, ja. 3-1. Ga maar naar huis. Ja. En dan komt Dortmund. Ja. En daar, daar was de enige keer dat Zotie een beetje fout heeft gemaakt. Ah, wel. Ik wil het in meteen de heen vormen, Nee, in de terugwedstrijd. In de terugwedstrijd. Ah, want de heen 0 3-0. Ja. Dat is ja. perfect. Maar het interessante is, op dat moment, we hebben het daarnet ge gehad over Juve. Bij Dortmund is hetzelfde verhaal. Op dat moment in Europa is Dortmund wel zo een van die ploegen die je niet echt wilt tegenkomen. Mm -hmm. hè? Dat is het Dortmund van Klop. Dat, 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 dat is een ze... super energieke nee, ploeg. Kutse nee, nog? Nee, Kutse nee, 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 ja, was al ja. naar buiten. Nee, Kutse was al naar buiten. Maar dat is zo. Dat is een Super energie-team. Die, die lopen echt naar voren. Dat is Royce, dat is Lewandowski. Maar nog altijd met Lewa, Want ik dacht toen dat Lewa al weg was. Nee, Lewa blijft blijkbaar. Ja, dus ja, maar is, blijkbaar is hij dus ja. ja. En in dat verhaal gaan zij of krijgen zij eerst. Dortmund op bezoek thuis. Ja. Winnen zij 3-0 en heeft iedereen zoiets van: Ah, het is gedaan. Het is gedaan. Ja, maar dan maken ze de fout die jij wilt bespreken. Ja, omdat Welke je... fout maakt ja, Ancelotti? De, de fout van Ancelotti is gewoon puur. Rotatie. Ja, en gaat roteren. Uh, omdat je, je ziet de vorige wedstrijd tegen Schalke 6-1. Um, en in de Champions League maken heel veel ploegen soms zijn fout. om te veel sterke Pion te gaan gebruiken. Mm. Zeker in de groepsfases. Maar in de knockouts kan je het niet meteen doen. Zeker niet tegen een, tegen een Dortmund van Jurgen. Nee, die inderdaad heel. Uh, uh, Voor mijn energie spelen en hij roteert veel. En ze winnen met 2-0 niet eigenlijk. 3-0 natuurlijk. Heb je, ja, je wordt ah, 3-0 ja, thuis, ah, ja, maar je verliest, je verliest dan 2-0 uit. Ja, op dat moment neem je een heel groot risico om dan je speels te gaan laten rusten. Oké, okay, het komt goed omdat je dan natuurlijk wel die buffer had met nog één doelpunt van de vorige wedstrijd. Maar ik vond dat wel heel riskant om te gaan doen tegen Dortmund in het algemeen. Gewoon. Maar ook gewoon in de Champions League ga je niet meteen die risico's nemen, want ploegen blijven nog steeds geloven. Plus ja. het uitdoelpuntregel. Oké, okay, toen was dat niet echt van, hm. van, 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 van kracht, want. Ja. Het was twee keer als dus ja, ja, ja. maar dit wint thuis 3-0. Dus, dus dan ga je gedaan. geen extra doelpunt erbij en Dortmund wint uit 2-0. En hij rekent ergens wel van zo wel een doelpuntje te maken op Dortmund. Dat is helemaal niet gebeurd. Ja. Uh, en dat was wel even zo een beetje zo. Ook je pijnpunten een beetje bloot liggen Dat was de eerste slechte wedstrijd in die campagne. Ja. Echt de eerste dat we echt dachten: van... ah, nog eens. En dan denk je eigenlijk zo van. Hm, als, want... Daarna komen ze, want ze hebben eigenlijk alleen maar Duitse ploegen. Ja, ja. ja. daar ja. weet je wel. Duitsers zijn moeilijk. Vooral die periode, Duitsers waren moeilijk. En je weet wie er aankomt. Een kale man. Ja, man. Van Catalonië. Maar het interessante ook, ja, ja, dat, dat was, is wat ik nog wat toevoegen, was. tegen Dortmund is, Dortmund wint met 2-0 thuis. Eén mm. doelpuntje tekort, maar ze hebben wel de kansen gehad. Om, om die derde te gaan maken, ja, om te killen. Het is niet dat, ze, het is niet dat je zo'n <laughs> ja, ja, hebt van. Nee, nee, nee. Ah ja, Dortmund heeft echt moeten Zo nip, ja, moet ja, ze hadden echt nee, nee. zelf kansen ja. gehad. En daar komt Real Madrid heel goed weg. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk dat dat wel <laughs> <laughs> ervoor zorgt. dat wanneer Bayern lang komt, ja, ja, ja. iedereen zoiets heeft van. één keer maar geen twee. Ja, maar ik denk ook wat dat belangrijk is in die wedstrijd. dus de terugwedstrijd waar dat 2-0 werd verloren. is dat Di Maria ook een penalty had gemist. Ja, eigenlijk ja. uit. En gleed uit. En dat was ook wel een soort van kantelpunt in die wedstrijd. Mm. Dat Dortmund gewoon dacht. Want je zag ook klop van in die wedstrijd. Super mm. energized. En erin. die Maria trapte die penalty ook alleen maar. Ja. omdat, omdat Cristiano ja, op de bank. Op de bank, zit, bank zat ja. Ja, inderdaad. Omdat hij ja, die risico nam van ik wil gaan rusten. Ja. Maar ik denk dat het ook een peru was dat, dat jullie zo tussendoor ook klassico speelden. Ja, nee, dat was. Wat uh, was dat jaar? Nee, ja, ik denk dat het jaar ervoor was met Mourinho. Dat was echt dat jaar van alle klassico's. Yeah. Ook zo. Korte periode. En, en ja, dat is zo van. Okay, ja. <laughs> weet, je, weet, weet je trouwens wat ik ook heel grappig vond? En ik was die speler helemaal vergeten. Bij Dortmund. Die zo'n zo, zo grote kans had gemist tegen, tegen Real. Wie is dat? Moerisain. Kundo? Ja, wacht eens. Dus want nu ga ik de hele selectie zeggen: hè. Kevin Groskloyds. Ah, wow. wow. Waar is die jongen geworden? Hij ah, is sowieso garagist nu. Bro, ja sowieso. <laughs> sowieso. Nee, nee, nee. nee sowieso één van die jobs. Nee, nee, maar sowieso één van die jobs. Nee, ja. ja, bij Audi ofzo, bij Audi. Opel. Ja, maar hij, zag, maar hij zag ook echt zo... Allee, hij zag er ook echt zo'n garagist uit gewoon lage schouders, lage schouders, ja, altijd zo. Was Hij was nep op FIFA man. Ja ja, ja ja. Maar dat waren wel die spelers die zo, je kon die op vijf verschillende ja. posities. Ja. Hij ging zijn ding doen. Kevin. De Ja ja. ja. ja, 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 ja. ja Kevin. Doet die goeie Duitser, toch? Ja man. Of Pizek en zo. Ah. Pizek was een goede. Ja Pichet was had een toprechtervlak. Ja ja. Blasie Koski. Maar rechts eh. was ja. Schmelzer, ja, ja, ja. Royce En rechts Blasie En die tien was het was Kagawa dan of zo. Nee, nee Ooh, ik denk dat Kagawa daarna was. Dat ja, 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 ja. Ja. Oh, no, oh, ja. was toen. Kagawa is misschien. Kagawa Ja, want heeft met Ferguson gespeeld. gesprek. Miki? Miki Tarian? Ja, Was dat Miki Tarian? Ja, ik Oh, putain, Dortmund moet Mickey Tarian was toen een en dan Ja. Hij was een dus in de spits. En dan was het. Wie was het middenveld? Was, het was Gundo. Gundo. En Royce. Gundo nee, Wenden? Gundo. Nee, 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 want Sahin was al weg, denk ik. Ja, Sahin was al weg. Was maar Sahin, die hebben zo Sahin, drie, vier ja, dat was, dat was uh, ja, jaar... Dat was echt heen en weer, naar gegaan. Ja, maar dat was echt heen en weer, de hele tijd. Zo die transfers bij Dortmund. Ik denk Gundo ja. Binder, hè. Ja. Maar die bleven wel een ja, goed ja, team hebben Ja, ja. ja. Of zo. ja ik denk We moeten eens opzoeken wie dat er naast... Gundo, oh. ja, wat een ploeg. Ja, wat, nou, ploeg. Nou, wat een ja, ploeg, doof, man. En dan is van achter, sorry. Ik moet even even afmaken. Subotic en... Eh uh, ja, Hummels. Hummels. Hummels? Ja, oh, Hummels. ja En dan was Roman was? White. White ja, Die na zijn carrière naar de WWE, WWE is gegaan. Ja, ja, ja. <laughs> ja is hij is hij zelf was dat geen andere. Nee, nee dat... is René Adler ook hè. Nee, nee Adler. Nee, dat nee maar was, was was ook een andere keeper volgens nee, 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 nee. mij. Ah was, ik, nee, dat is was niet Van Bremer. Tim Wiese. Ah, Wiese. Ah, Wiese, ja. Wiese van Ja, Bremen. Ja. Adler met Duitsland zo toen zaten er zo heel veel harde keepers. Adler Tim Wiese. Ze zei weet je wat, ah, I'm a Even Noyer, ik gaan ze aan doen <laughs> Ja, ja, stupele. ja. Was zo wel is wel zwaar geworden. Ja, ja. Well, we digressing. Yes, maar we blijven in Duitsland. Duitsland yes, was ja. echt, die hadden wel top. Ja, ja, dat was ja, echt, ja, dat was Nee, dat de, deed de pijn, man. Maar, hij domineerde alles. Was. Ja, was niet leuk, man. Jullie lopen we <laughs> we <laughs> hebben het wel. We hebben het al een paar keer gezegd, deze serie, was hem, hebt het nog niet meegemaakt. Maar we hebben heel vaak nu zo het gevoel van. De voetbalgoden schrijven heel goede scenario's. Mm. Omdat wij nu zo zien van, ah. Tegen wie dat jij moest uitkomen, komt jij ook uit. Ja, ja, ja. En wat gebeurt er dan? Bayern. Mourinho heeft Guardiola uit Barcelona gejaagd. Ja. En de voetbalgoden zeggen: geen probleem, we brengen hem bij Bayern terug. <laughs> en dat is voor mij wel zo'n ding: van oké, okay, Guardiola wil sowieso Real Madrid verslaan, hij heeft bij Bayern nu een. Zeer gezonde club gekregen. Ja. Waar geld niet echt een probleem is. Waar je eigenlijk kunt opkopen wie je wilt opkopen, ja. als dat moet. Mm -hmm. We gaan niet gek doen, maar we hebben een topteam. Mm -hmm. We zijn altijd een goed team. Onze competitie, daar kun je wel oefenen. Champions League, oh, dat is man. wat jij moet doen. Ja, ook gehaald voor de Champions League. Ook gehaald voor de Champions League, inderdaad. En ook gehaald om echt, ik denk, de vijf, zes volgende jaren echt een statement uit te brengen naar Europa. Mm -hmm. Guardiola, zijn, zijn status is. is hij was ook uh, jaartjes sabbat, hij uh, was echt refreshed. Het is bijna godlike zo. Die nieuwe Pep Guardiola. Ja, man. Maar, we hebben het al gezegd, hij komt naar Madrid tegen de OG Mister Champions League. Mm -hmm. En voor mij, de heenwedstrijd heel goed van Real. Thuis, volwassen, 1-0 winnen. Ja. Dat Weten Dat je een Ja, dat is heel frustrerend. Ja. Voor ja, 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 ja. Maar het is echt een moeilijke wedstrijd voor hem. Gezien de context, ja, ja. vind ik 1-0 winnen tegen Guardiola, ik vind dat heel volwassen. Ja. ja. Maar ja, en dan dat, is, weet je, dat is een probleem eigenlijk. Ja, maar je tijdens. weet... Vooral je als, weet, als je naar München nog moet gaan. Ja. Ja. Maar het voordeel aan Guardiola is, je weet, als hij moet aanvallen, Gaat hij aanvallen. komen er ruimtes. Ja. Ja. Is het ole true, ole, that. Ole. true that. En daar speelt Real voor mij een wedstrijd, vriend. Ja. <laughs> als je, als je, ja. als je, als je wedstrijd speelt op efficiëntie, is dat, is dat denk ik één maar, maar dat is ook de tijd toen dat ik het gevoel had, en ik weet niet of dat, dat dat jaar ook was, maar dat was echt de periode onder Ancelotti dat zij... Mijn mening is een van de beste counterploegen ooit Nee, de beste. Ooit, de beste. De beste. Ja, maar ooit is, hè? De beste. Dat is eigenlijk al een jaar ervoor. Ja, ja. Dat jaar of ja, ja, ja. Voor, dat het start. was voor hem of na hem, ik weet niet meer. Maar wat hier, was, ja. hem, meer, maar wat hier was, dat was gewoon een... Dat waren serial killers. Ja, maar ja, 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 dat, ja, was, dat zijn echt psychopaten. Dat, dat ja, was, ja, dat, ja, 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 dat is exact ja, Psychopaten. Mensen met een probleem in hun hoofd. Je ja, zag counter, daar werd echt op getraind. Dat was... Ze gaan niet trainen op tiki tiki ta 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 Ze werden getraind op counter. Direct. En je hebt ook weer een fragment uitgekozen van onze vriend Di Maria. Uit uh, de confrontatie ah, ja. um, okay. tegen Bayern. Ik onze hand op. Wat ik leuk vind aan dit is, als je gewoon over voetbal zou praten en je zou highlights moeten gebruiken, zo, zouden mensen denken van, is een highlight van een vrije trap en een kopbaldoelpunt echt zo belangrijk? Hm. Maar bij dit Real Madrid is het heel belangrijk, want de hoeveelheid punten dat zij pakken op zo'n fases. Hm. Hoe belangrijk spelers als Di, Di Maria zijn geweest, een Modric, een Xabi Alonso, ja. een Cristiano Ramos, op mm. die fases. En dat is iets dat is dan voortgezet, voortgezet wanneer de Kroos era ja. begint, laten we zeggen op uh, stilstaande dat fase. Ze zo, mm. zo. hebben echt ervoor gezorgd dat ploegen tot de, tot de ja. fluit bang waren van. van een stilstaande <gasps> fase. Er kan nog iets gebeuren. En dat is deels of eigenlijk volledig ook door de finale. Ja. Daar hebben ze echt wel de stapel gezet van... Ja, je kan niet wachten tot op het laatste moment om inderdaad... Uh, je moet tot je de moet laatste echt, ja, je moet spelen. spelen. We zeggen wees al voetbal als 90 minuten. Nee, bij Real Madrid was het voetbal als 100 nee, maar, ja, minuten. Ja, ja. Want je weet, ja, ja. er gaan een er aantal, aantal momenten, een aantal fases zijn. En dan, inderdaad, dan gaan we denk ik uh, bijna die transitie maken naar de finale. Maar, en dat is het hele ding, uh, als we praten over statistieken van Di Maria, is ook weer cruciaal in een, in een halve finale, heeft hij weer een ja. assist. Maar ook gewoon, en, en die beelden heb je er niet uit gehad. Maar het defensief werk dat hij levert voor Real Madrid ook, was ook heel hard ja, onderschat. Ja. En die beelden waren wel een beetje moeilijker te gaan vinden. Maar het hele ding was wat met Di Maria was: van hij is de ultieme speler die alles kon doen in een elftal. Mm -hmm. En op de momenten waar hij dan zijn ploeg moet gaan draaien. Ja. En het is stilstaande fase, denk iedereen dat dat is, dat is gemakkelijk en dat is leuk en zo. Maar, dat was, maar als we dat, kijken naar de finale bijvoorbeeld: perfectie. En heel veel mislukte. Sinds aan de fase geweest vaak, voor Real Madrid. Vaak, en het vaak. moet maar één of twee zijn die juist aankomen. Ja. En dan zien we dan het doelpunt. Um, maar voordat we naar de finale gaan. Yes. Hmm. Um, dus ik had een, een, een stuk gelezen van Ancelotti. Uh, omdat ze al Atletico Madrid waren tegengekomen in de Copa de Rey. Ja. Ze hadden gewonnen met 3-0. En hij zei van. De dag voor de wedstrijd was het heel rustig. Um, we, hebben bekeken, of we hebben de wedstrijd herbekeken. We hebben gezien wat we goed hebben gedaan. Um, en we gaan exact hetzelfde doen. Als de vorige keer. Ja. Um, en dan sprak hij over de wedstrijd zelf, 90 minuten lang. En hij zei van, eigenlijk in die wedstrijd deden we alles perfect. We deden alles juist, maar het doelpunt kwam niet. Maar hij zei, tot op de laatste minuut hij had nog steeds vertrouwen dat het doelpunt was ging komen. Ja. Hij zei, kwam het van die stilstand fase? Hij zei, dat weet ik niet. Maar wel, en, en daar is een grote getuige aan, aan Charlotte is. Zelfs in de negentiende minuut, wanneer het lijkt mis te lopen, heeft hij nog steeds die vertrouwen in zijn ploeg van, het gaat wel goed komen, we ja. gaan het doelpuntje prikken. Ja. En het gebeurt dan inderdaad in die laatste minuten met een doelpunt van Sergio Ramos. En ook super belangrijk om te weten is, en ik denk dat we dat nu minder kunnen aanvoelen, maar in die tijd, Atletico, dat was echt. Dat was, dat was defensief, geen, ja, ook. Ja, defensief, maar dat was ook geen. Oké, okay, we kunnen nu zeggen van dat was wel een verrassing zo, maar dat was eigenlijk geen nee, verrassing. Want nee. in, de, in, de, in, de, in de La Liga hadden zij volgens mij, als ik me niet vergis, tegen Barça de laatste wedstrijd moeten ja, spelen. Ja, zijn kampioen. 1-1 daar gespeeld en die werden gewoon kampioen. En ja. dat is wat ik wil aanhalen, is inderdaad, zij. That vallen in de finale tegen Atletico Madrid. Maar dat is niet toevallig. Atletico Madrid is in die jaren misschien de moeilijkste ja. te bespelen ploeg. Dat is ook ja. wat ze zeiden. Hè? Als je 1-0 achter tegen Atletico Madrid, is, is, is het gedaan. Is het is voorbij. En dan heb je gezien in de ja, wedstrijd ja. ook. Absoluut. 19 minuten lang ja, ja, ja. Ronaldo, Benzema mm -hmm. en Beel gaan moeten ja. afstoppen. Mm -hmm. Ja, dat is een probleem. En je moet denken, ze winnen La Liga boven een Madrid en Barcelona. Ja. Ze winnen La Liga de laatste speeldag mm. op Barcelona. Met een 1-1 gelijk ja, 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 ja. spel. Ja, ja, ja. Dat was gek. Ze schakelen Milan uit. En Chelsea. Over de twee matchen ja. 5-1. Ja. Dan schakelen Barcelona uit op een manier dat iedereen zich herinnert. We hebben het vorige episode gehad over hoe Chelsea Barcelona heeft afgestopt en geblokkeerd. Dat was maar daar had Barcelona ja. duizend kansen. Ja. Tegen dit Atletico. Te scoren. Atletico heeft de zuurstof uit het stadion. Ja, ja, ja. Maar nee, maar dat is zo. Nee, nee. Nee, Atletico. Nee, <laughs> <Vacuum, broer>. Atletico <laughs> heeft het leven uit voetbal Ja, gehaald. Ja, maar dat is zo. Ja, vacuüm. Ik ja, ja. Denk, Goor, <coughs> gewoon niet meer kunnen ademen. Niks, dat was, niks. Ik, dat was van een intensiteit mm -hmm. niet normaal. Dan vallen zij tegen Chelsea mm, en ook. iedereen denkt dan... Ah, jullie hebben nu zo je tegenpoor ja, 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 ja. wat jullie doen, Chelsea kan nee. dat ook. Yeah. Yeah. En dan, wat wij ontdekken, omdat we er niet op letten, is... Ah, Atletico kan ook gewoon Kan, voetballen. Ja, ja, kan ook gewoon voetballen. Hey, 3-1, iedereen ciao. En ze zijn in de finale en dan denk je wel zo... Als er één ploeg is... Want het daar... ding leeft. Real verliest geen finales. Mm -hmm. Maar als er één ploeg is die 90 minuten lang mm -hmm. het u lastig kan maken... Ze hebben het ons lastig gemaakt in de finale. ...en opnieuw hè? die vacuumshit kan doen ja, van, ja, ja. Mm -hmm. Dan is het Atletico Madrid, Diego Simeone. Ze hebben ook Courtois gehaald ja. op leenbasis. Courtois die heeft ook ongelooflijk is op dat moment. Mm -hmm. En die match begint. En dan gaan we naar de beelden gaan. Atletico scoort de eerste doelpunt. Probleem. En dan denkt iedereen eigenlijk... Of zien wij nu de grootste wedstrijd ooit van Real. Mm -hmm. of, of, het is klaar. Ja, of het is gedaan. Hè? Ja, maar voor mij was het klaar. Maar dat. ik was best live aan het kijken en denk ja, ook ja. van, ja. Waar, waar heb je die wedstrijd Ja, gewoon, Dat is wat ik wel vragen ah. we naar de beelden. Ja, ja, ja inderdaad. Elke finale heb ik gewoon thuis gezien, niet meer. Ja. Zetelen, maar ik ken me wel. Dan ben je een beetje ouder en zo, dus ik heb me, maar zaterdagavond ook. Ja. Ja, ik heb me wel herinneren, zo ik zit me goed neer, ik heb naar ja. voortbeschouwing, ik weet, niet, ja, ja, ja. ik weet niet wie dat de, de, de live nee, optreden ja, deed en al die ja. dingen. Maar ik was wel klaar voor die finale. Ik, ik had wel een beetje de schrik, want je weet, dat dit het komt uit ja dan weet je wat voor wist dat het gaat worden. Champs, ik wil je een beetje open wisten redden. Dat is niet realistisch, maar... In Lissabon, in uw stad toch ook Ja, we willen het <laughs> ook wel, snap je? We willen het ook wel. Uh, en ja, dan komt die 1-0 van het Leed dan denk ik van... Waar was jij toen je naar de finale hebt gekeken? Uh, ik, ja, ik was ook gewoon thuis, maar ik heb wel mijn neven uitgenodigd, omdat wij zijn allemaal, heel mijn families voor Real Madrid. Hey, allemaal. Alle, ik, heb, ik heb ze overtuigd. Ah, ik heb ze allemaal geswitcht. Nee, niet geswitcht, maar ik heb ze er wel echt. Ik heb dat erin geboord. Ja, 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 ja. Het stressniveau in die ruimte moest ja, zo ja, ja. hoog zijn. Ja, ja, ja. Ik heb zelf, maar ik heb zelf nog video's, als ik dat straks kan laten zien. Ik heb video's hoe dat ik gek uit... Ja, ik heb Broek. ook mijn Madrid-vriend. Ja. Ook wij waren bij Bob thuis. Ah. Uh, in Frederik zijn okay. kamer. Ja, hij weet waar hij ja, ja, is. Ja, ja. Eerste verdieping in Frederik zijn kamer. Ah, daar. Maar daar was iedereen anti-real behalve Frederik. Ah. Frederik is de jongste. Maar ah. eigenlijk heeft hij nog nooit bewust, Iets meegemaakt. Champions League, overwinning, meegemaakt van Real Madrid, mm. snapte Bij het doelpunt van Ramos is die jongen beginnen wenen. Ja. <laughs> Ik heb dat nog nooit. Ik heb Wacht. nog nooit... Je moet denken, denken Frederik is ons klein broertje, maar hij is wel... Hij is tof. snap je? Ja. Ik heb die jongen ja. nog nooit zien wenen. Ik heb die man operaties zien hebben. <laughs> mm. Hij heeft shit gebroken op de voetbal. Uh, hij komt met krukken naar school. Ik mm. heb hem nog nooit zo... Klagen, wenen, dit... Nooit. Mm. Die corner komt, dus die, het is corner, het is laatste seconde en dan gaan we naar de beelden. Ja. Gaan. Ja, ja, ja. Hij zit op zijn knieën. En de rest vertel ik dan, ja. nadat we de beelden hebben. Ik herinner mij ook heel goed, die wedstrijd is dat Atletico superveel, um, ik denk vijf of zes gele. 아니, of toch alleszins een heel vaten terrorisme Nee, Nee, maar echt ook Neemt. veel vuile foutjes op Ronaldo heeft gemaakt, op Di Maria had gemaakt, op, op heel veel. Um, mm -hmm. Nee, maar dat was een team vol met arbeiders. Ja, ja dat, was, mm -hmm. dat was Ik kan het niet echt, anders beschrijven. En dan komen de verlengingen. Ja. Um, en daar is het eigenlijk 1-1-2-1-3-1, um, zelfs 4-1. Um, ja. En ja, wat dat je zal denken: van Atletico heeft 90 minuten volgehouden. Mm -hmm. Ze zullen het in de verlengingen ook wel kunnen doen. Ja. Gebeurt niet. Ja. En ze storten helemaal ineen. En ook daar is die Maria weer super belangrijk. Ja. En dat is een beetje. Doelpuntje van Belen ja heel ja, binnenkom die actie ja, broer actie hij, hij komt naar binnen maar als, als hij dat maar, scoort ja, weet je al voor de wereldtoernooi maar hij is, hij is, maar maar hij is gek hij. Wat, Dat nee, is wat nee, is zullen we even met die Maria nee, nee maar hij komt in die actie hij komt in actie hij komt binnen het is finale ik kijk ik denk gewoon aan het omstandigheden maar zulke, ik denk, ik denk zulke ik, dingen doe je in finale broer doe gewoon binnenkant voeten ja snap je doe gewoon binnen en doe Trivela Trivela doet Suarez maar Quaresma, maar broer in een finale ik denk van kan ik denk wat ben je bezig dat was een waanman kan niet doen hij doet die trivela. Ik dat zeg, kan niet, man, die Maria heeft zo'n probleem. Nee, man. Man. Ja, en dan man. gewoon beeldje bepalen, man. Allee. Maar we gaan even naar die beelden kijken hè, van... Ach, uh, Verlengingen. Dus, uh, uh, ja. Vroeger zei ik altijd, Cristiano speelt eigenlijk geen goede finale, als we eerlijk zijn, nee. ten nee. opzichte van de rest. Nee. Nee. Nee, Iedereen inderdaad. verwacht dat hij het moet doen, het is de rest die het doet. Hij, hij scoort gesteld. dan het vierde doelpunt, wanneer het eigenlijk allemaal al gedaan is. Maar hij viert dat op een manier van, ik ben de guy maar op zich als jonge hater zeg uh, ik toen... kijk kijk, kijk hoe, wat hij kijk doet snel geen snel charisma had... bla, bla 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 ja bro maar hij heeft zelf niet eens zijn penalty getrapt en, hij en stel... hij ja als zijn shirt aan voordat hij trapt maar als ik eerlijk ben maakt het bijna niet uit of hij die finale goed of niet was want wat hij in de volledige knockout fase heeft gedaan mm. slaat nergens op is... hij beëindigt de dat groepsfase is... met zes doelpunten ja. Hij eindigt de Champions League campagne met 17. 17. Ja, ja, ja. 17. En hij, doet hij scoort 11 hij, keer. Hij doet, dat was, dat was ja. tegen Bayern. Hij scoort crazy, 11 man. keer in de knockout fase. Ja. Maar ik wil jullie herinneren dat wij in deze episode hebben gezegd: ja. op Dortmund speelt hij niet. Hè? Nee. nee, maar hallo. Ja, <laughs> hij heeft de winstijd gemist, hè? 11 doel. Nee, wacht. Ja, maar Salke <laughs> de terug denk ik ook gewoon ingevallen, denk ik. Ja. Salke terug. Hij heeft de winstijd gemist. Kopenhagen heeft de winstijd gemist. Ja. Hallo. Ja, 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 ja. <laughs> dus als ik dat allemaal in context veel, neem, heb ik zoiets van. Print. Vier. Ja, 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 ja. Verbrand Utrecht als het gaat. Ja, 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 maar ja, het ding is, hij verdient het wel. En uiteindelijk we mogen we niet minimaliseren wat dat betekent om in de finale te gaan scoren voor Real Madrid. Want de reden maar van, ook dat moment. Maar ook, ook om de reden waarom hij wordt gehaald naar Real Madrid is ook om voor die Champions League te gaan halen. De duurste transfers ja. Ja. en een nieuwe jongen gehaald die dan het ja. moet gaan bijdoen. Maar hij is wel die guy geweest, ja, ja, ja. Ballon d'Or. Maar er mist iets in zijn locker ja. voor de En dat is die Champions ja. League. Ja. En ook gewoon die rivaliteit met, 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 met Atletico-fans was al een beetje aan het broeien. Maar toen was het wel al echt op een piek. Ja, op een twee... Ja, Dus ik begrijp wel al die emoties. Ja. Plus ook gewoon, uiteindelijk, hij wil op die finale scoren. Hoe ja. dat is gebeurd, maakt niet uit. Maar je wil op die finale scoren, want je wil wel in die ziningsboeken mm -hmm. zijn. En om af te ronden, inderdaad, 17 doelpunten in 11 wedstrijden. Is... Ja, dat is gewoon fantastisch. Maar heel hele ploeg wat contributie. Beel, ja. uh, Di Maria, Allemaal, ja. Ramos. En eigenlijk de vier hoofdspelers van, de, van Real Madrid in de campagne hebben gescoord. Ja. In die, hebben ja. Of hebben een bange gehad ja. in de finale. Zeker, zeker, zeker. Ik wil jullie een laatste vraag stellen. Yes. Over mm -hmm. deze hele campagne, over Ancelotti, mm -hmm. over dit Real Madrid. En ik zal die zelf inleiden met mijn eigen mening. Mm -hmm. Voor mij is deze campagne en heel veel wedstrijden uit deze campagne, waaronder de finale vooral de ommekeer geweest waar ik heb begrepen dat Real Madrid er altijd van uitgaat dat die elke wedstrijd kunnen winnen. En dat het misschien voor mij de enige ploeg is of het enige team is waarvan ik zoiets heb wat we daarnet zeiden, zolang de scheids niet heeft gefloten, is een wedstrijd niet gewonnen mm -hmm. tegen Real Madrid. Dat is. is dat wat deze campagne ook voor jullie betekende of betekende deze campagne hebben jullie een een signaal gekregen vanuit deze campagne dat je die perceptie over Real of een Ancelotti of bepaalde spelers heeft veranderd. Want ik zei ook in het begin, voor mij deze campagne moest ik naar de rechtbank gaan en Angel Di Maria verdedigen. Mm -hmm. Ja, dit is mijn case. Ja. En hij hoeft dit geen twaalf seizoenen te doen, maar dit seizoen op dat niveau zo belangrijk zijn, ja. is ongelooflijk. Snap je? Ja. Um, ja, ik denk voor mij, wat dat het misschien ook in eerste instantie um, opmerkelijk, maar wel logisch lijkt te zijn, is um, en dat is denk ik een beetje de magie van voetbal: is een coach kan heel veel veranderen. Hij kan, hm. hij kan zo goede dingen doen, maar hij kan u wel die Champions League gaan, gaan ja. bezorgen. Um, wat maakt dat voor mij ook speciaal deze, deze decima in 2014? Is gewoon, ja, wij, wij waren al zo lang aan het wachten. We hebben heel mindere periodes gehad, vanaf 2006 tot dan 2014. Ja. Is die Champions League dat was wel altijd iets om, om, om echt te winnen? ook inderdaad in combinatie met dan he, die voorlinie met Beel, met Benzema en met Ronaldo en met dan Isco en gaat dan ook Modric en gaat Kedira en gaat heel die achterlinie met Pepe met Ramos dat was alles klopte Pepe met haar Pepe met haar ja. <laughs> um, en toen was het verhaal, denk ik in de finale maar als ik, ben ik heel als ik heel eerlijk moet zijn tegen jou dit was symboliek speciaal mm -hmm. maar voor mij persoonlijk als ik denk van oké okay, zal dit de referentie zijn om te laten zien dat Real Madrid onverslaanbaar is? Mm. In C niet, want voor mij als je dan kijkt naar referentie en als je echt kijkt naar pure definitie van onverslaanbaarheid, dan denk ik dan beter aan de, aan de campagne van twee jaar geleden denk ik, of drie jaar geleden, die waar dat ze tegen uh, PSG, tegen City en tegen Chelsea moesten spelen. Ja. En dat was Awel? echt voor mij. Dat, heeft, dat, dat is voor mij een, 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 een ja. Um, dat schetst precies wat je wat wat, wat jou ja. echt is. Ik ga akkoord met jou, maar dat kan enkel omdat deze campagne bestaat. Ja. Want Ancelotti heeft dat teruggebracht ja. in Madrid. En opnieuw en in Ancelotti, ja, inderdaad. En opnieuw. heel veel jongens die dat hebben gedaan met een benzema ja. na een Cristiano, ja. zijn die hier door geïnspireerd. Ja. Ja, ja, ja. Zijn door Ancelotti en daarna door Zidane. Ja. Die mentaliteit. Er is echt een mentaliteit Dat's... voor mij ingekropen in die campagne. Ja, ja. Waarbij er een switch is geweest van het maakt helemaal niet uit hoe we het gaan doen. Maar ja. niemand gaat ons verslaan. Ja. En dan zien we de komende jaren pakken: zijn vier Champions Leagues in ja, ja. vijf jaar. Ja, dat was... En daar zit onder, onder andere ook dan het, de laatste die Champions van, League, die met Benzema. Ja. Waar jullie eigenlijk een veel mindere ploeg hebben. Maar, maar de, de qua... aura, zoals Andy zou zeggen, en de gedachte ja, ja. van. Wij zijn onverslaanbaar. Ongezien. ongezien. Start voor mij. Ja. Ja, ja. En dat is, wat ik bedoel. dat is waar, ja. ja. Uh, um, voor mij is het meer zo. Als je kijkt naar erfrecht. Uh, bepaalde dingen kan je dus erven. Ja, ja Real Madrid. Champions League is daar voor de Real Madrid. Um, omdat als we kijken naar de Champions League. dan zijn er een aantal ploegen die meedoen. die kwalificeren. Maar we kunnen nooit echt zeggen van. Ah, wel, als fans. wij verwachten dat je elk jaar die Champions League wint. En dat was voor mij een beetje ook de start van Real Madrid als fans. Begrijp ik dat zij zeggen van het seizoen begint moeten wij Champions League. We de Champions League Heel veel ploegen zeggen, we moeten kampioen spelen. Mm -hmm. En we gaan proberen finale, half finale zoveel ja. mogelijk te raken in de Champions League. Maar Real Madrid was voor mij het enige elftal, of team of club, dat kan zeggen van wij moeten kosten wat kost, die Champions League winnen. En ja. alles wat eronder is, is gewoon, een, is, is gewoon gefaald. Is, ja, is en daar was voor mij wel zo de, 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 ja. de, 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 de standaard, of de bar licht van wij moeten steeds jaar na jaar. ...gaan voor die Champions League. We gaan die winnen, we moeten die winnen... ...en we gaan daar alles aan doen. En dat was voor mij denk ik het mooiste daaraan. Maar um, ook genoeg dat alles een beetje... Eh, zoals je zei, als je schrijft, als je het scenario schrijft... Van Alde komt terug in Portugal, wint dan de team, ja, ja, Champions League ja, ja. Voor, uh, voor Real Madrid. Dat is mooi. Ook gewoon het hele parade daarachter van Real Madrid vond ik heel mooi met die tien Champions Leagues op het veld. Niet normaal. Ja, dat was gewoon, dat is voor mij, hè, als je zegt, erfrecht, erfrecht. Ja, ja. ja, de Champions League behoort eigenlijk tot Real Madrid. Snap je? En hebben eigenlijk zouden plek... hun logo moeten veranderen en er moet een Champions League beker in staan, want zij zijn oh. gewoon Champions League. Was ik wil jou bedanken voor vandaag. Ah, broer, met heel veel plezier, man. Brian, ik wil jou <laughs> heel veel plezier voor Graag gedaan, man. Ik wil uh, Angel Di Maria bedanken, man. Absoluut. Angel Di Maria, ik verdedig jou elke dag van het jaar in de rechtbank. Ik wil ook de kijkers en de luisteraars bedanken. We zijn nog niet klaar met de series. Er komen nog episodes waar we andere ploegen en misschien een specifieke speler gaan highlighten in een episode. Je wil je maar... eentje teasen? Nee? Wil je teasen? Ja, mm -hmm. man. Wat wil je teasen? De volgende. Nee, we gaan nog niet teasen. We gaan nog niet teasen. Oké. Okay. Bedankt aan jullie allemaal. Bedankt aan de regie. Heel belangrijk. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakt. Bedankt aan mijn ouders. Want ik heb Kastik. over de hele episode dus nog niks over mijn ouders gezegd. Bij deze shout naar mijn ouders. Kastik. We zien jullie terug in de volgende episode van Champions Classics op Proximus Pau.